Het correct indruppelen van uw oogdruppels is erg belangrijk. Niet iedereen vindt dit even gemakkelijk. In deze korte film tonen we hoe u multidosis en unidosis flesjes kan gebruiken. Voor u druppels toedient, wast u in elk geval altijd uw handen om eventuele bacteriële besmetting te vermijden. Let er ook op uw oog of oogleden niet aan te raken met het flesje om letsels of besmetting te voorkomen. Gebruik in geen geval een naald, schaar of mes om de opening groter te maken. Eerst tonen we hoe u het multidosisflesje klaarmaakt voor gebruik. Draai de schroefdop open, neem het flesje tussen duim en wijsvinger met de opening naar beneden. Oefen lichte druk uit op de zijkant van het flesje. Doe dit tot de eerste druppel verschijnt. Bij het eerste gebruik kan dit enkele seconden duren, want de vloeistof moet eerst door het speciale filtermembraan dringen. Dankzij dit membraan is uw oogdruppel bewaarmiddelvrij. Nu tonen we hoe u het unidosisflesje klaarmaakt voor gebruik. Neem een flesje uit de verpakking en verwijder het afdekkapje. Tik indien nodig licht tegen het flesje, zodat de luchtbel aan de opening weg kan. U neemt het flesje tussen duim en wijsvinger met de opening naar beneden. Het gebruik dan van de flesjes. Eerst de multidosis. Kijk naar boven. Met uw vrije hand trekt u met één of twee vingers het onderste ooglid naar beneden. Terwijl uw oog geopend is, laat u een druppel vallen in het ooglidzakje. Sluit dan uw oog. Druk met uw wijsvinger aan de binnenkant van uw ooghoek gedurende een vijftal seconden. Herhaal voor het andere oog. Indien u met de ogen knippert tijdens het druppelen, spreid dan uw oog door met uw duim uw onderste ooglid naar beneden te trekken en met uw wijsvinger het bovenste ooglid te fixeren. Sommigen vinden het gemakkelijker ook een spiegel te gebruiken bij het indruppelen. Ga dicht tegen de spiegel staan en trek met de vingers van uw vrije hand uw ooglid naar beneden. In de spiegel ziet u goed het ooglidzakje waarin u kan druppelen. U kan ook iemand vragen om te helpen. U gaat best zitten en kijkt naar boven. De persoon die de druppels toedient, kan uw onderste ooglid naar beneden trekken, eventueel uw bovenste ooglid fixeren en zo de druppel in het ooglidzakje laten vallen. Sluit dan uw oog en druk met uw wijsvinger aan de binnenkant van uw ooghoek gedurende een vijftal seconden. De unidosis kan u op dezelfde manier gebruiken. Gooi na het gebruik van de unidosis het flesje weg. Unidosis zijn geschikt voor eenmalig gebruik, tenzij anders vermeld is op de bijsluiter.